Dag, mijn naam is Christian Keizer en ik ben voorzitter van de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband. In het dagelijks leven ben ik anesthesioloog en dagelijks betrokken in de patiëntenzorg in het Radboud UMC. Net zoals u doe ik dat met heel veel plezier. Op dit moment zijn de CAO-onderhandelingen met de academische ziekenhuizen gaande en de NFU is daarin de werkgever. Zij is echter niet bereid om te investeren in die 67.000 werknemers die elke dag weer heel hard voor hun patiënten zorgen. Dit is onacceptabel en dat maakt ook dat de onderhandelingen nu zijn vastgelopen. Ik vind het ongehoord. Wat wij vragen is namelijk echt niet gek. De NFU biedt op dit moment voor 2018 een salarisverhoging van nog geen 1%. Als we dan inflatie rekenen, betekent dat we met z'n allen er in inkomen op achteruit gaan. De NFU claimt dan ook dat ze geen geld beschikbaar hebben, maar tegelijkertijd zijn de academische ziekenhuizen wel bezig allemaal premies te betalen om werknemers te behouden of aan te trekken. Alsjeblieft NFU, investeer gewoon in personeel en in een goede CAO. Een hoge werkdruk en ontevredenheid op de werkvloer is voor niemand goed. En in deze fase waarin de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen, is het belangrijk dat de NFU haar verantwoordelijkheid neemt en met een beter bod komt. Om dit kracht bij te zetten, moeten we met z'n allen een vuist maken richting de werkgever. Dat betekent dat we acties moeten gaan voeren en dat moeten we met z'n allen doen. Van artsen tot verpleegkundigen, van fysiotherapeuten tot laboranten. Alle werknemers van de UMC's zullen daar een deel moeten nemen om ervoor te zorgen dat we kracht zetten op deze CAO-onderhandelingen en dat de NFU met een beter bod komt. Met de start van het actietraject was ik ook bij de actiebijeenkomst in juli in het Radboud UMC. En ik zal ook meedoen als we zondagsdiensten gaan organiseren. Dit allemaal om druk te zetten op dit CAO-traject. Niet omdat ik dit leuk vind, maar omdat we een statement moeten maken aan alle werknemers in alle UMC's. En ik hoop ook dat u met z'n allen daarin meedoet.